Michiel en Sophie die runnen al bijna 30 jaar Stofstudio Shop aan de Hoogstraat hier in Schiedam. Vandaag vertelt Michiel van alles over ondernemen in Schiedam en over zijn vak. Michiel, we staan hier in Stofstudio Shop. Dat is jouw zaak. Ja. Hoe is deze zaak zo ontstaan? Hoe ben je hiermee begonnen? Nou, we zijn 29 jaar geleden zijn we die winkel uiteindelijk begonnen. Daarvoor was ik werkzaam bij Van Dam. Dat was een stoffenketen in heel Nederland, zeg maar, die hadden 40 winkels. En dan was ik erbij in Rotterdam, deed ik daar werken dan, helpen, managen van alles, knopen stellen, ritsjes prijzen, balanswerkzaamheden. En daar ben ik eigenlijk begonnen. Okay. Daarna ben ik bij Kuipers gaan werken in Rotterdam, Kuipers Modestoffen. Ja. Meneer had 5 winkels in de regio Rotterdam. En ja, dat vond ik hartstikke leuk en deed ik in het magazijn werken. Ik deed in de winkel een beetje helpen en dingen bijvullen. En nou, het magazijnwerk bestond eigenlijk uit heel domweg een rol stof van 60 meter knippen in stukken van 12 meter op een machine. En zo ging het even dat verdelen, zeg maar, over de andere winkels die hij had, zeg maar. Dus nou ja, en toen kwam eigenlijk als een grapje van met de oog op een winkel beginnen. Een winkeltje dit, winkeltje dat. En nou, dat trok me toch eigenlijk wel hartstikke mooi, een eigen winkel. En je bent dan nog jong en ik was toen 16 was ik toen. Okay. En dat is vrij jong. En er vroeg bij, maar ja, dan ben je er vroeg bij. Maar ja, dan heb je nog niet alle ins en outs van het hele vak te pakken. Nee. Nou, toen uiteindelijk ben ik dan nou ja, nog wel een beetje bij me in de leer geweest. En toen kwam uiteindelijk dit op mijn pad, dit pand, zeg maar. En via een kennis van hem. Die zei van, joh, op de Hoogstraat staan er mooi pand te koop. Nou, we zijn een beetje markt gaan verkennen hier. En nou, daar zagen we wel brood in. Nou, toen heb ik de eerste 2 jaar, heb ik dus met hulp van hem en bij de ouders natuurlijk allebei, heb ik die winkel gerund. En gewoon een soort van proeftuin van, ja, hoe ga ik het allemaal doen? Nou, na 2 jaar was dat gewoon succesvol en het begon te groeien. En nou, toen hebben mijn ouders en hem, uiteindelijk hebben ze het roer overgegeven aan me. En wel een soort van backup op de achtergrond. En, maar goed, dan nou, ga je maar door, ga je maar kijken of je kan ondernemen. Dus niet winkeltje kan spelen, maar kan ondernemen. Ja. Nou, oké, dat vond ik leuk. Het ging steeds beter en gezelliger en leuker. En nou ja, voor lieverlee staan we in Stofstudio Shop 29 jaar later. Volgend jaar augustus 30 jaar. En ja, tot volle tevredenheid nog steeds dus. Oké. Okay. En je doet het nu ook al 18 jaar samen met je vrouw? Ja, samen met mijn vrouw, Sophie. En in de vakanties helpt mijn zoon regelmatig mee. Okay. Die is dan bijna 16. En dan hebben we 1 verkoopster en die werkt 5 uur in de week. En dat is de ene keer de donderdag, de andere keer de vrijdag. Dus dat roleert dan wel om de week. Waar dus op een gegeven moment mensen nodig zijn, komt zij erbij, zeg maar. Dus zo runnen we dan de tent. En, en jullie zitten hier nou inderdaad bijna 30 jaar al aan de Hoogstraat. Dan hebben jullie in de afgelopen jaren toch wel heel veel veranderingen hier. Ja, heel veel veranderingen gezien. Schiedam heeft aardig aan de weg getimmerd. We hebben winkels zien komen, winkels zien gaan. We hebben op een gegeven moment de Hoogstraat zien opnieuw bestraten. We hebben een ABC-complex zien bouwen. We hebben een stadserf zien bouwen. We hebben een prachtige nieuwe passage zien bouwen. Dus al met al bij elkaar zijn nu de havens aan de beurt. En qua de structuur van Schiedam, zeg maar. Ja. We hebben uiteindelijk hebben we ook natuurlijk het gebeuren bij het station gezien. Wat daar momenteel allemaal gebeurt en wat er nog meer gaat gebeuren. Ja, nou, Schiedam beschikt op dat moment over alles. Hè. Alleen, ja, we zullen heel graag ook nog de richting op willen dat we dus nog meer winkels erbij krijgen. Okay. En dat is dus, maar daar is men ook heel hard mee bezig. Kijk, panden worden opgeknapt, er wordt acquisitie gepleegd naar nieuwe winkels. En, dus ja, van lieverlee heeft dat gewoon tijd nodig. Okay. En wat is nou voor jullie de meest belangrijke verandering hier in het centrum geweest? Waar jullie echt iets van hebben gemerkt? Nou, met name ook meerdere activiteiten, zeg maar, die in Schiedam plaats zijn gaan vinden. Brandersfeesten zijn uitgebreid. We hebben het Suikerzoetfestival wat mensen trekt. Nou, we hebben verschillende evenementen eromheen zitten die gewoon heel erg leuk zijn. Ja. Winterland momenteel, wat best wel heel veel bezoekers trekt. Okay. Mensen gaan naar Winterland, maar komen ook vervolgens weer door het centrum heen. Dus, maar ik kan niet zeggen van we hebben daar alleen maar profijt van gehad of daar meer profijt van gehad. Kijk, Schiedam moet je met elkaar gezellig maken. En ook de inwoners van Schiedam moeten zich meer betrokken gaan voelen bij Schiedam Centrum. Want we hebben alles. Ja, nee, zeker. Je kan met de bus, met de trein, met de metro, met de fiets, overal kan je naar Schiedam meekomen. Je kan je auto in 2 parkeergarages parkeren. Ja. Nou, ook luxe, voor zo'n klein stadje als Schiedam Centrum. Nou, je kan los kan je parkeren. Dus al met al bij elkaar denk ik dat we op de goede weg zijn. Oké.
En Michiel, als ik hier nou zo om me heen kijk, ik zie echt zoveel verschillende soorten stoffen liggen. Maar hoe bepaal je nou je collectie? Collectie, nou, dat wordt op een gegeven moment bepaald. Wij halen inspiratie natuurlijk van vakbladen. We halen inspiratie van de straat. Hè. Wat doen de mensen nou dragen op straat? Hè. Daar filteren we uit. Dus echt de modetrends van het seizoen. Ja, dus dat volgen we dan een beetje, of een beetje heel erg veel. Hè. Social media draagt erbij bij. Daar kijken we heel veel op. Hè. Instagram is ook een heel belangrijk iets. En dan volgen we ook alle internationale modemerken. Okay. Hè, wat die dus ook allemaal brengen. Waar put je niet uit op een gegeven ogenblik? Okay. En dat is uit alles eigenlijk. Vakbladen lees je. Dus, en je hoort ook van mensen hier op de vloer ook. Hè? Waar de mensen om vragen, daar ga je toch een heel klein beetje naartoe sturen. Dus, dus inderdaad wel het particulier intensief contact met je klanten, wat heel belangrijk is. Ja. En los daarvan pak je ook nog een stukje op van de leveranciers waarmee je zaken doet. Okay. Hè? We hebben er eentje zitten in het zuiden van het land. En het is gewoon een heel groot bedrijf, maar dat is niet alleen maar rolletjes stof, maar die hebben ook een eigen stylingafdeling. Okay. Hè? Die maken ook collecties qua stoffen voor het groot winkelbedrijf. Mm-hmm. Nou, dat doen we af en toe een heel klein beetje gaan snoepen, want ik wil toch eens even zien hè, wat er dan gaat komen. Hè? Dus best wel eens, dan denk ik van god, in de collecties zeg maar, die dan komen gaan, van god, hey, wat gaat brengen ze ongeveer? Mm-hmm. Nou, en dan stemmen wij onze collectie weer een beetje op aan, zeg maar, op af. Dus, en zo gaat dat inkoopproces dan een beetje in zijn werk? En je moet het zo zien, je hebt zeg maar een ondergrond een basic collectie. Dat zijn zeg maar je standaard artikelen die je zomer en winter door in de winkel hebt. Okay. Daarnaast hebben we een modieuze collectie, noemen we dat dan. Ja. Hè, dat houdt dus in, gewoon dat zijn je printjes, dat zijn je tricootjes. Dat is gewoon het modische goed. Ja. Nou, dat modische goed, dat doe je in principe dan 2 keer per jaar vervangen. Ja. Hè? Dus dat is mode natuurlijk. Zomer en winter. Ja. Ja. 2 keer per jaar doe je de winkel helemaal omleggen, zeg maar. Okay. Dus dan veranderen we het hele winterbelt naar het zomer of zomer naar het winterbelt. Nou, daar horen dan ook weer de presentaties zeg maar, weer bij. Ja. Dus de complete presentaties in de winkel met de oog op displays, posters en alles wat daar dus zeg maar, bij hoort. Okay. En heb je dan ook qua winkelpresentatie van, ik leg het op kleur of daar liggen de motiefjes? Of nee, we doen in principe thema's maken. Dat zijn eigenlijk gewoon kleurthema's werken we op. Ja. Dus zeg maar een bordeaux thema en een bruin thema en een grijs thema. En zo pak je alle kleuren van de winter pak je zeg maar op. Ja. Nou, dan maak je zeg maar tafels van. En bij die tafels ga je op een gegeven moment stoffen neerleggen. Okay. Die dus aansluiten bij dat gebeuren zeg maar. Dus dat is, en dan krijg je een compleet aanbod. Hè, met een makkelijk te werken programma voor de consument. En voor onszelf natuurlijk. Ja, als je toch wat wil hebben, dan loop je de winkel door. Nou, daar zie ik een stukje grijs. En ik zie daar een printje met een leuke grijze print erop. En dat combineert met elkaar. Dus, okay. En als mensen nou inderdaad een stuk stof bij jullie kopen. Kunnen ze dan ook hier al zeggen van, joh, ik zou daar graag iets van laten maken. Dat jullie daar ook weer de contacten voor hebben? Nee, dat doen we niet. Wij zijn echt alleen maar een soort van winkel, leverancier van modestoffen. Ja. Maar wij doen niet op een gegeven moment zeggen van joh, bij die kaart laten maken of bij die kaart laten maken. Dus niet een samenwerking met een ander bedrijf daarvoor? Nee. We hebben hier regelmatig wel bedrijven, ateliers zeg maar, die stoffen komen halen. En die dus op een gegeven moment fournituren komen halen, bijbehorende artikelen. Maar daar hebben we niet echt de samenwerking voor. Okay. Want dat uit ervaring is gebleken dat dat te intensief is. Ja. En we concentreren ons liever op onze eigen collectie, zeg maar. Okay. En je zei net al, jullie zijn erg actief online. Ja. En jullie hebben eigen website, je bent actief op social media. Maar kunnen mensen ook online stoffen bij jullie kopen? Nee, online doen we niet, omdat we zelf weten en zelf vinden, misschien heel eigenwijs, hè, dat als je hier naar de winkel komt, moet je het ervaren, moet je het beleven, moet je het kunnen voelen. Hè. En een webshop is erg leuk. Heel intensief ook, wil je het heel erg goed kunnen doen. Ja. Hè, met voorraadbeheersing en dat soort dingen. En we zeggen liever, we maken van de website een mooi presentatiekaartje. Hè, dat de mensen denken van, god, hey, daar wil ik graag eens naartoe. Hè, dan hebben ze liever in de winkel, dan dat we die mensen thuis achter de computer hebben. Zeg maar. Dat het niet voor mensen tegen kan vallen als ze het op een fotootje zien versus... Ze moeten het kunnen voelen, ze moeten de dikte kunnen voelen, ze moeten de kleur kunnen zien. Ik zeg als voorbeeld van de ene monitor is perfect en dat is rood-rood, om hem als voorbeeld een kleur te noemen. En maar de andere is het knaloranje, bij wijze van spreken. Dus dat is, en hier in de winkel is alles qua kleurbeleving, is gewoon zoals het is. Ja. Je hebt een goede verlichting en je kan gewoon goed alles voelen. Okay. En doe je ook veel
promotioneel online op social media? Of? We hebben sowieso een eigen website die ik zelf maak, zelfbeheer. Iedere maand wordt die aangepast. Okay. Los daarvan doen we Twitteren, Facebooken en sinds kort ook Instagram. He, dus we pakken eigenlijk het hele social media gedeelte pakken we op. Ja, om ons maar zichtbaar te laten zijn, zeg maar, he, van waar we voor staan. Dus, Oké. En wat voor klanten heb je vooral hier in de zaak? Is dat inmiddels ook al moeder met dochter? Ja, generatie gaat door inderdaad. Ja? Waar ze vroeger op een gegeven moment met de kinderen kwamen, gaat nou het andere verhaal nu verder. Okay. He, dat nu dus moeders komen met hun eigen kinderen weer. He, dus dat is hartstikke leuk. En los daarvan, we hebben dames en kinderstoffen, zeg maar. Ja. We hebben babystoffen, we hebben herenstoffen. Hebben we. Okay. Dus eigenlijk ben je van alle collecties voorzien, zeg maar. Los van de normale kledingstoffen hebben we ook een lijn met baby- en kinderkamerstoffen. Okay. Dat mensen dus op een gegeven ogenblik voor de babykamers gewoon leuk een hemeltje kunnen maken. Ja. Een dekbedovertrekje kunnen maken. En al wat niet wel bij een baby of een kinderkamer past. Okay. Dus dat is, en daar hebben we alle kleuren weer op afgestemd. Stippeltje, ruitje, sterretje en dat soort dingen. Leuk ruitje, dus dat is... compleet. En hebben jullie hier ook een heel klantenbestand van die maandelijks update? Of? We hebben een klantenbestand. Die doen we sowieso tussen de 2 en 4 keer per jaar aanschrijven. En dat is heel ouderwets. Gewoon nog met de ouderwetse postduif, zeggen we wel eens. Gewoon met een postzegeltje op een kaartje. Hè? En die sturen we op naar de mensen. En we hebben een bestand, zeg maar, van mensen die we dus 1 keer in de 4 jaar opschonen. Dus reageren de mensen in die 4 jaar, dus wij spreken niet. Dan gaan ze er weer uit, krijgen we weer nieuwe mensen ervoor in de plaats. Ja. En ze houden altijd gewoon een vast klantenbestand aan. En, en dat is dan inderdaad 4 keer per jaar doen we dat met een mailing, een kaart. Een voorgedrukte kaart doen we ze sturen. En die kaart wordt op een gegeven ogenblik dan ingeleverd weer. Ja. Zodan dan krijgen ze weer wat voor. En op zo'n manier weten wij weer hoeveel mensen er gereageerd hebben. Oké, maar dat is inderdaad wel gewoon heel direct contact houden met je klanten. Ja. Het is los daarvan zijn we wel bezig om te onderzoeken hoe we dat e-mailverkeer leuk op kunnen gaan zetten. Hè? Maar heel veel van die mailtjes blijven dan nog hangen achter de spamfilters. Ja. Dus, en wij hebben dan liever dat maar toch maar door die brievenbus heen. En dat de mensen echt iets in de handen hebben, wat ze gewoon weer mee kunnen nemen naar die winkel. Ja. En dikwijls nemen ze ook weer een vriendin mee en dat soort dingen. Dus mond op mond. Maar zo hou je het wel persoonlijk inderdaad. Ja. Okay. Dus, en wat is voor jou nou echt succesvol ondernemen hier in Schiedam? Succesvol ondernemen in Schiedam? Nou, dat is gewoon geloof hebben in je stad, geloof hebben in je artikel. Hè? Geloof hebben in je plek waar je zit, niet te vergeten. En lekker enthousiast bezig zijn met je collectie. Okay. En zo word je uiteindelijk met plezier hoofdstadwinkelier. zeker. Maar denk je dat dat dan misschien de afgelopen jaren toch bij veel winkels hier heeft ontbroken? Nou ja, heel veel winkels hebben te maken gehad met en de recessie en het teruglopende klantenbestand. Hè, wat er in Schiedam gewoon aanwezig is. Hebben dat niet op tijd goed op kunnen pakken. Hè, die hebben nog in de categorie nog gezeten. Ook sommigen, die zou niet zeggen allemaal, want dat is niet fair als ik dat zeg. Hè, van god, het winkeltje spelen is leuk. Ja. Nee, het winkeltje spelen is tegenwoordig gewoon topsport. Hè, vroeger was je winkelier, tegenwoordig ben je ondernemer. En mensen die het ondernemen niet in het bloed hebben. Nou ja, dat is heel raar gezegd, maar die hebben het lastiger. Vooral in deze tijd. Ja, om dus op een gegeven ogenblik succesvol in Schiedam te ondernemen. Ja. En als klanten bij jullie langs willen komen, wanneer kan dit? Wanneer zijn jullie allemaal geopend? Nou, we zijn in principe iedere dag geopend. Van 11:00 tot 16:00. Okay. Alleen zondag en maandag zijn we altijd gesloten.